Ik heb het ingetekend op de ritsmijze lezen, dus dat ga ik ook doen. Maar normaal heb ik daar twee uur voor nodig om dat echt dat hele ritsmijze uit te leggen. En ik heb nu maar een uurtje, dus ik ga het in de helft verdelen. Maar dat, dat uurtje ga ik ook nog, weer, ook nog weer in de helft verdelen, want ik heb het programma iets aangepast. Ik zal u straks wel zeggen waarom dat zo is. Maar dit is het volledige format, dus er zijn alle dingen die met dat ritsmijze lezen te maken hebben. En nogmaals, die kan ik toch niet aan de orde stellen, dus ik zei u wel, ik ga er een aantal dingen uitkiezen. Wat het motto een beetje is voor vanochtend, dat is stressloos lezen. En ik hoop dat u daar ook van houdt. Maar de kinderen hebben al een hoop stress. En waarom zou je ook nog weer door dat jaagtige lezen, en door die kinderen onder druk te zetten om snel te lezen, daar nog weer meer stress in aanbrengen? Ik ben, Luc Konings net al gezegd, uh, ik, ben, um, um, ik ga promoveren op dit uh, onderwerp, op het um, lezen. In november, oktober zal dat gebeuren. Dus dat wil zeggen dat dat onderzoek gedaan is. Ik heb vier jaar lang kinderen onderzocht. Uh, kinderen in groep 3, 4, 5 en 6. Dat zijn dezelfde kinderen. Die hebben we gewoon meegenomen in al die vier jaar. En ik heb gekeken wat dat rechtszaamheidslezen met die kinderen doet. En dat is nu bekend. Dus ik mag vandaag ook twee dingen alvast aan u vertellen: van, nou, dat is er uitgekomen! En anders dan moet ik nog wachten tot uh, straks oktober. Dus ik ga een paar dingen al vertellen en ik ga het ook enigszins het programma nog aanpassen. Uh, ik werk ook nog voor het Bravo-Instituut, maar dat ga ik niet allemaal zeggen. Laten we het over het onderwerp hebben. Als het zo is dat u denkt van ik zou hem nog vragen willen stellen of uh, terwijl dat nu waarschijnlijk niet kan of zo, dan kunt u mij altijd een mailtje sturen en u zult merken dat ik binnen een week ook wel ga reageren. Dus als u denkt ik heb nog iets zin als, uh, aan te vullen of u denkt ja maar dit of zou het nog zo, zo, zo kunnen, dan moet u dat gewoon doen, moet u mij gewoon een mailtje sturen en dan zal ik wel reageren. Uh, ik heb voordat ik uh, um, zeg maar, mij ging voorbereiden op deze dag, gisteren heb ik dat ook gedaan, dacht ik van, ja ik heb wel verstand van lezen, maar ik moet u eerlijk zeggen ik was nog nooit op een school van nieuwkomers geweest. Dus ik heb stage gelopen, dus u kunt merken dat ik me stinkende de best gedaan heb om nog een beetje een idee te hebben waar jullie dan dagelijks mee bezig zijn. Dat heb ik op deze school gedaan. Dat is een school van nieuwkomers in Almelo, Palet, en dat heb ik ook gedaan op een andere school. En dat is de Horizon en die zit in Hengelo. Dus ik ben daar twee dagen geweest. Dat is niks vergeleken met uw ervaring, maar ik heb daar toch wel een idee van wat daar nou gebeurt. Ik heb daar vooral lezen gevolgd en taal en woordenschat en dat soort dingen. En ik heb ook met groepjes kinderen gesproken, steeds met vijf kinderen. Daar heb ik met hun gesproken over hun leven en over het lezen en over taal en hoe het op school gaat en zo. Dus ik heb al enige indruk wat er nou precies gebeurt. En op basis van die ervaringen tijdens die stages heb ik het programma van vandaag aangepast. Dus ik ga straks iets vertellen over de ritsmenslezen. Maar ik ga ook iets vertellen over wat ik op die school heb gezien. En ik was onder de indruk van wat er gebeurt. Ik heb ook tegen die beide scholen gezegd van uh, uh, als ik nog zou willen gaan werken, dan zou ik best met jullie willen werken. Want het is natuurlijk fantastisch mooi werk. Maar ik heb ook al dingen gezien waarvan ik denk dat zou nog wel iets efficiënter en nog wel iets beter kunnen. En zo, ja, zo ben ik ook natuurlijk wel. Dus ik ga dat toch ook met u delen. Dus ik ga zeggen, dit heb ik gezien en dat is me opgevallen. En eigenlijk zouden we nog een verbeteringsslag kunnen maken door uh, dit of dat te doen. Misschien denkt u, nou hoe weet hij nou twee dagen al wat er allemaal verbeterd moet worden? Ja, dat weet ik dus. Ja. <laughs> ja. Dus het gaat over stressloos lezen met nieuwkomers. Ik zei het al, en ga iets vertellen over, die ritsel, over de rits met lezen. En daarna zal ik een paar uh, praktijkvoorstellen doen. Maar ik heb niet voor niks daar stage gelopen, dus daar moet ik ook iets mee doen. Uh, wat is redzaamheidslezen? Er is een uitgebreide definitie van, en er is ook een hele eenvoudige definitie. En die komt er eigenlijk op neer dat redzaamheidslezen is alles wat je maar kunt op school... om het onder druk zetten van kinderen om snel te lezen, om dat achter de wegen te laten. Dat is eigenlijk de eenvoudige definitie. Dus dat wil zeggen dat je in de toetsen die je afneemt, DMT of andere leestoetsen... niet meer tegen de kinderen zegt dat ze snel moeten lezen. En ook niet meer in het oefenen van de kinderen... Dat ook niet meer gaat doen. Dus je gaat geen oefeningen doen met zandlopers en met uh, stopwatches en zo. Dat is eigenlijk, daar komt het op neer. Ik zal straks laten zien dat er nog ietsje meer is dan dat, maar eigenlijk is dat de focus. Uh. En ik heb gekeken wat het nou met die kinderen doet. Dus als je vier lang kinderen volgt en je gaat die kinderen vergelijken met scholen waar ze de kinderen wel onder druk zetten, wat is er nou met die kinderen gebeurd hè, als ze niet onder druk worden gezet? Uh. Nou, zo, zo nu dan loop ik hier rechts naartoe om een beetje watertafel, maar uh, dan is het dan een beetje leven op het uh, toneel hier. Ik zei u al, ik heb een paar dingen eruit gehaald om het te illustreren. Dus niet al die onderdelen van dat uh, format. Maar ik heb contact gezongen met de uitgevers. Er zijn 19, uitga 19 uitgaven in Nederland die te maken hebben met het uh, technisch lezen. Dus als je zegt, ja, ik wil nog een keer een methode aanschaffen. Ik heb een overzicht gemaakt van al die 19 methodes. En ik heb contact gehad met die uitgevers. En ik heb gekeken bij die 19 methodes. Wat doen die methodes nou aan dat race lezen? Zo heet dat dan officieel. Hè? Dat, je dat, dat je oefeningen bedenkt. Om kinderen met een stopwatch te laten lezen. En dat is eigenlijk dit overzicht geworden. Um, u kunt waarschijnlijk niet alles lezen, maar er zit hier ook nog een beetje een grijze methode. Dat is PIT. En PIT heb ik grijs gemaakt, omdat het PIT eigenlijk heel weinig voorstelt. Dus die ga ik eruit gooien, in de definitieve versie. En daar komt schoolschrijverij voor in de plaats. Dus een nieuwste methode die ik ontdekt heb, dat de Not. Dat is schoolschrijverij en die doen ook helemaal niks aan dat rezenlezen. Die hebben dat er ook uitgegooid. En in die komen hiernaast, kunt u een beetje zien hoe dat is. Dit heb ik een beetje gedaan zoals de Consumentenbond dat eigenlijk ook doet. En dit zijn de toetsen. En de vraag was, hebben die methodes nou ook uh, snelheidstoetsen? Vinden die ook dat die kinderen de opdracht moeten krijgen om snel te lezen? Maar als dat nou zo is dat ze dat doen, dan is dat de eerste die nul is ingevuld. Want dat betekent dat ze nog nul doen op het gebied van het rechtsmeidslezen. Die één betekent dat er ook methoden zijn die zeggen ja. We hebben uh, eigen toetsen gemaakt, dat doen we niks met die snelheid. Maar daarnaast gebruiken we ook nog wel CITO-toetsen. Nou, daar zit allemaal op je in, in die CITO-toetsen. En het laatste, dat zijn dat is de twee, en dat zijn methodes die er dat helemaal uitgeknikkerd hebben. Die helemaal niks aan die snelheid doen. Nou, ik weet niet of je het zo in één keer kunt zien, maar er is maar één methode die, die dat doet. Dus eigenlijk, al die andere methodes maken allemaal gebruik van um, toetsen. Waarbij de kinderen de opdracht krijgen om snel te lezen. Hiernaast, in, dit, in deze rij, heb ik gekeken naar de lessen. Hoe zijn die lessen nou opgebouwd? Zit daar ook snelheid in? Daar heb je iets meer, hè. je hebt actief leren lezen van, um, van Kleitman, die staan hier ook, die houden hier ook een inleiding vandaag. Die hebben dat aardig uitgegooid, dat geldt ook voor uh, Atlantis van Delibas, die hebben dat lezen er ook uitgegooid. En dan heb je hier nog Blink, dacht ik, ja die doet dat eigenlijk ook. Maar dat betekent dus van al die 19 methodes, dat er allemaal drie zijn die ook in het aanbod van de lessen ook voor gekozen hebben om kinderen niet meer onder druk te zetten en met stopwatches te werken. Dus dat betekent dat racen eigenlijk nog mainstream is en dat er aan nog... Voor het grootste gedeelte is dat de gewoonte. Dan uh, is het zo dat wij in dat redzaamheidslezen geen nieuwe leesmethode gemaakt hebben. Dus u kunt gewoon werken met uw eigen methode. Ik heb een overzicht gemaakt, zei ik al net, van al die negende methodes. En ik heb gekeken van die methode hoe je die aan zou moeten passen. Dus van bepaalde methodes zeg ik, nou daar kunt u rustig mee werken, er is helemaal niks mis mee. Maar u moet wel dit weglaten en dat stoppen en dit niet meer doen en dat tegen de kinderen zeggen. Dus ik heb van al die methodes uit zitten zoeken van, hoe pas je die methodes nou eigenlijk aan. En er is een heel overzicht van gekomen, dus dat... Uh, is ook beschikbaar. Maar wat wij dus doen, naast dat je gewoon met je eigen methodes kunt werken, dat is dat wij focusmomenten in, het, um, in de leesmethodes ingevoegd hebben. Dus er is gewoon iets extra's bijgekomen, maar niet iets, een andere methode. Ik zal u dat laten zien. Bij ons is het zo dat aan de muur van het lokaal hangt een poster. En die poster is bedoeld om kinderen bewust te maken van het feit dat ze het niet meer snel hoeven te lezen. Dus die slogan staat er ook onderin, niet rezen bij het lezen, maar rustig lezen. Want het staat, dat is eigenlijk ook het motto van het redzaamheidslezen. En kinderen worden daar bewust van gemaakt, ze hebben bewustwordingsactiviteiten voor bedacht. En dan leest de, de leerkracht leest gewoon uit de methode een stukje, voor heel snel. En dan vragen ze aan de kinderen, wat vinden jullie ervan? Dan zeggen de kinderen, nou daar vinden we helemaal niks aan, want dat gaat veel te snel. En, uh, ja, waarom is het dan, we kunnen u helemaal niet volgen want het gaat allemaal veel te snel en dan zegt de juf: dat geldt voor jullie ook, als jullie moeten lezen moet je gewoon rustig lezen, dus je moet kinderen bewust maken van het feit dat het belangrijker is om gewoon rustig te lezen en niet te jagen zoals ik nu eigenlijk een beetje doe en dat merkt u wel aan mij, van, ik, ik ben nu aan het, het racepraten. praten en je kunt ook race lezen, maar je kunt ook racepraten. praten gisteren was het zo, gisteren heb ik dezelfde inleiding gehouden, toen was ik exact om vijf voor uh, uh, twaalf klaar, dus ik uh, dacht, dat. dat gaan we nu misschien ook halen maar het is natuurlijk onzinnig om tegen de tijd te strijden. Dan het tweede is dat wij activiteiten doen op het gebied van woordenschat. Daar zal ik straks nog wel een paar voorbeelden van geven. Er is een enorme relatie tussen leesvaardigheid en woordenschat. Nou, ik hoef u niet te vertellen hoe belangrijk die woordenschat is. Daar zal ik straks nog wel een paar keer op terugkomen. Ik heb nog twee items in deze lezing die met woordenschatvergroting te maken hebben. Dus dat is wel heel belangrijk. Bij ons is het zo dat als de kinderen aan het lezen zijn, dan stopt de leerkracht regelmatig en dan vraagt de leerkracht aan het kind. Wat betekent dit woord? En als het kind dat woord niet kan, aan kan geven, dan zegt de leerkracht, weet je nog wat we hebben afgesproken in deze groep? Ja, zeggen alle kinderen dan. Als je leest en je hebt een beurt en je weet het woord niet, mag je gewoon stoppen. En dan mag je gewoon vragen, wat betekent dit woord? Die houding willen we eigenlijk bij de kinderen. Dat, ze, dat het helemaal niet erg is dat je gewoon stopt tijdens het lezen en dat je gewoon vraagt, ook als de leerkracht een beurt geeft en zo, maar dat je niet weet van wat het betekent, dat je dan gewoon je vinger opsteekt of een signaal geeft. En zeggen van, dit moet je me toch even uitleggen. Want wat voor zin heeft het om kinderen dingen te laten lezen waarvan ze de woordbetekenis niet weten? Ik heb dat uitgezocht op die twee scholen waar ik geweest ben. Ik heb met die kinderen gelezen, ik heb bij die kinderen ook gevraagd van, weet je wat dit woord betekent? Ja, en ongeveer 60, 70 procent van de woorden die de kinderen lazen, wisten ze de betekenis niet van. En dan moet je afvragen en denken denk ik, oh ja, dan kan je net zo goed Italiaans gaan lezen met die kinderen. En dat is even zinvol dan een woordje laten lezen waarvan ze de betekenis niet weten. En lezen is communicatie. Het moet iets oproepen en dat doet een woordenschat, dat roept iets op. Dan uh, doen we ook een prosodie. En prosodie is eigenlijk een vakterm voor voordragslezen. Dus we leren de kinderen ook netjes op toon te lezen. Interpunctie natuurlijk, dat is vanzelfsprekend. Maar ook uh, melodisch accent en temporeel accent. Nou, je hebt allemaal van die fantastisch mooie dingen om uh, um, uitdrukking te geven aan je gevoel he, van wat je aan het lezen bent. En wat we ook doen is visualiseren. Dat is eigenlijk de basis van het hele lezen. Is wat mij betreft eigenlijk het visualiseren. Dat je in staat bent om uh, te zien wat je gelezen hebt. Dat, dat gaan we even nader bekijken. Er is in Nederland onderzoek gedaan door Bas de Koning. Dat is geen familie van mij, maar dat is iemand die werkt aan de universiteit in Amsterdam. En die doet heel fantastisch onderzoek, maar het komt nergens terecht. Niemand hoort ervan en niemand doet er iets mee. Dat vind ik ongelukkig sneu voor hem. Dan denk ik van ja, je doet zulke goede dingen en uh, waarom wordt er niet meer mee gedaan? Laten we dat even bekijken hoe dat gaat. Nou, dat wil zeggen dat de, het motto van het lezen eigenlijk is dat er tijdens het lezen moet er een film aan de binnenkant van je oog zijn. En dat heb ik overgenomen van Passie en Adriaan. <laughs> ja. ja. Ik weet niet of u dat nog weet toen u dat met uw kinderen bekeek of zelf bekeek. Maar die zeiden altijd je moet aan de binnenkant van je ogen een film zien. Dus dat zijn mijn grote helden en mijn voorbeelden van uh, hoe, je eigenlijk moet, uh, hoe je het eigenlijk moet doen met het lezen. Laten we een voorbeeldje nemen van uh, dit. Dit is een verhaaltje en ik zal het u even voorlezen. Meestal is Iwan om half acht al lang uit zijn bed. Maar nu ligt hij nog steeds onder de dekens. Zijn moeder heeft hem al drie keer geroepen. Maar hij komt niet. Ze gaat naar zijn kamer, want het begint al laat te worden. Zo komt hij te laat op school. Zijn moeder, ziet meteen, zijn moeder ziet het meteen als ze bij hem is. Hij ziet er niet goed uit. Zijn hoofd is helemaal rood. Kom, Iwan, je moet naar school. Maar Iwan zegt niets. Hij voelt heel warm. Hij reageert ook niet. Het lijkt wel alsof hij niet wakker wil worden. En maar, maar door blijft slapen. Dat heeft zijn moeder nog nooit eerder gezien. Ze probeert van alles, maar iemand blijft doorslapen. Ik moet de dokter maar eens bellen, zegt ze. Nou, wat, wat doen we nou met het visualiseren? Is stoppen nu en aan de kinderen zeggen, van doe je ogen maar dicht en probeer aan de binnenkant van je ogen te zien wat hier eigenlijk in die tekst staat. Dat gaat niet vanzelf, dat hij is ook onderzocht. Hè. Je kunt niet zomaar tegen de kinderen zeggen, dan gaat iedereen zijn ogen dicht doen. En dan zie je aan de binnenkant die film. Want dan zeggen de kinderen, ik zie alleen maar rare vlekken en zo. Ja, zogenaamd, zegt de juffrouw. Dus dan moet je nog wel even leren, maar na verloop van tijd gaan de kinderen dat visualiseren. En de basis van het lezen is niet dat je letterlijk verklankt wat hier staat, wat ik net deed, maar dat er iets bij je gebeurt. Dat is eigenlijk lezen. En ik vind dat daar eigenlijk in het onderwijs weinig aandacht aan wordt besteed. Want lezen is eigenlijk verbeelding. Je moet dingen lezen die niet gedrukt zijn. Dan wordt het pas leuk. En wat wij heel veel doen met leesmotivatie en allemaal leuke dingen met boeken en kringen en praten over die boeken en van alle leuke schoolbibliotheken, allemaal fantastisch, maar wat mij betreft moet de kracht van de lezer komen uit het lezen zelf. Uit de waarde die het lezen heeft. Wat het je biedt om te fantaseren en dingen te verbeelden. Daar moet het eigenlijk uitkomen. En niet uit al die mooie randvoorwaarden die iedereen zit te bedenken. Wat, uh, wat ziet u nu voor u als u dit gelezen hebt? We gaan het niet uit een treuren behandelen. Dat redden we qua tijd niet. Maar welk plaatje zit erbij in uw hoofd? Nou, roep eens wat. Ja, slaapkamermoeder Ja, precies, dat soort dingen. Ook nog dingen die niet gedrukt zijn. Nou, dan gaat het uiteindelijk om. Hè. Je kunt twee dingen doen bij het visualiseren. Het een is dat je gewoon letterlijk visualiseert wat er gedrukt is. Maar het wordt pas leuk als je de dingen bij gaat bedenken die niet gedrukt zijn. Dan wordt het creativiteit. Dan wordt het pas echt lezen. Ja, nou kijk, daar heb je al zoiets en zo. Hè. dan ligt niet zo gewoon slopen op met, met uh, uh, klaprozen of zoiets. Maar er ligt iets met Feyenoord of weet ik veel wat erop. Nou, dit moet je natuurlijk zien, hè, ongeveer. En wat er niet in die tekst staat, is dat er zo'n lullig kastje van Ikea staat. <laughs> zo'n de goedkoopste versie van de Björn. Die, dat staat er niet in. En dat, dat de jongen maar heel weinig boek heeft. En dat er zo'n knullig konijntje hier staat en zo. En dat hij niet zo'n leuk gezellig dekentje over heeft hè, met iets leuks erop en zo. Maar je ziet ook wel de bezorgdheid van die moeder. en Wat, wat er ook niet in de tekst staat, is dat die moeder ook alvast aan de temperatuur geslagen is. Hè. Die moeder denkt, als die dokter straks komt, dan heb ik het in ieder geval zelf ook een keertje gedaan. Maar weet ik ook, als die dokter zegt, hij heeft geen koorts, dan zeg ik, nou, hij heeft wel koorts. Dus wat je eigenlijk doet, is de dingen bijbedenken die totaal niet in die tekst staan. Dat maakt lezen eigenlijk leuk. We gaan nog even twee stappen verder. De moeder van Iwan vertelt de dokter wat ze bij Iwan ziet. Kunt u niet even bij me langskomen? Vraagt hij. Niet nog mevrouwtje of zo, mevrouwtje of zo, hè? niet zo een nette, een, nette, een nette dokter is dat. Nee, zegt de moeder van Iwan. Hij is veel te slap. Ik kan niet met hem naar buiten toe. Ik maak me ongerust, dokter. Dus even met prozodie voorlezen natuurlijk. Hè? Nog even volhouden, mevrouw, zegt de dokter. Om half elf kan ik komen. De moeder van Iwan staat om half elf al bij de voordeur, zodat de dokter weet waar hij moet zijn. En meteen naar binnen kan. Wat zie je nu? Ja, die moeder bij de deur. Maar ook nog wat er niet gedrukt is. Wat, wat, wat zie je nog meer bij de deur? Stress. Wat? Stress. stress bij de deur. Ah, er staat stress. Ja, dat kan hoor. Want die moeder staat er niet neutraal. Die moeder denkt, komt hij nou nog wel? En het is al één minuut voor half uh, elf en zo en komt hij nog wel? Andere dingen die niet gedrukt zijn. Zeg je? Ja, maar zover zijn we nog niet. Dat mag nog bedacht worden. Ja. Oh ja, kijkt, dit is ook wel leuk: zij zegt van zij, dat zegt, wat ze nu zegt, zegt meer over haarzelf dan over wat hier staat. Maar ze zegt, nou, ze zegt Dan staat de buurvrouw te gluren en die denkt wat zouden hebben. Nou, dat is wel creatief natuurlijk. Hè. Ze denken, ja, het is, hè, ze heeft zo'n buurvrouw die ook alles in een gaten houdt in de buurt. Dus gewoon uh, betrokkenheid en geen nieuwsgierigheid natuurlijk. Hè. Nou, dan zie je die dokter komen. Ja, en wat u natuurlijk niet gezegd hebt, is die mensen hebben een kat natuurlijk. Hè. Dat is wel logisch, al die mensen hebben honden en katten. Dus er staat nergens in die tekst van, ze hebben ook nog een kat, maar die kat moet erbij. En wat mij betreft moet er nog een fiets bij de voordeur, dus moet er natuurlijk nog een huisnummer op. En hier is het ook nog zo, die mensen die wonen in een huis en dat heet Robin's Nest. Ik weet niet wie dat is, of die moeder zo heet, of die vader zo heet. En zo. Maar die moeder denkt wel, nou, u bent net op tijd hoor. En die dokter, ja, ik had eerst nog vijf andere patiënten en zo. Dus voordat ik hier kon komen, viel allemaal niet meer. Maar gelukkig dat u er bent. Je kunt ook wel een beetje afleiden welke jaargetijde dit is. Hè? Want ze staat daar niet in naar de zomer. zomer heeft de jas nog aangedaan. En die dokter heeft ook nog een soort winterjas aan, dus zal wel, zal wel koud zijn. En je ziet ook een beetje aan de bladeren, dat je denkt, van, nou, het zal wel herfst zijn, dat staat nergens in de tekst. Maar dat is nou eigenlijk lezen, dat je dat bij gaat bedenken. Kijk, als kinderen zeggen, er zit ook nog een neushoorn om de hoek en zo, ja, dan moet u zeggen, nou zou dat echt wel kunnen. Maar er, er kan veel natuurlijk. Ja, laatste stukje. De dokter voelt aan het hoofd van Iwan en stelt hem wat vragen. Iwan is een beetje verlegen van al die vragen. Ik ga even kijken of hij koorts heeft, zegt de dokter. Ik denk, die moet ik ook al gedaan. En ja, dat blijkt hij te hebben. Ik denk dat het wel meevalt, mevrouw. Er heerst griep en zoals het nu lijkt, heeft Iwan een stevige griep. Zorg dat hij voldoende drinkt en dat hij misschien een beetje een bescheidje kan eten. Als het over twee dagen niet beter is, moet u mij maar bellen. Dag mevrouw, dag dokter. Wat zie je nu? Dood Nee, daar moet je nooit van schamen. He. Je kunt beter de dokter een keer te vaak bellen. niet wakker worden, Ja, ondertussen is het wel wakker geworden, he, want in die tijd dat die dokter is geweest, hij is hij wel weer bij zinnen gekomen. Zij zeggen dat kan eigenlijk niet, want er staat nergens dat hij weer bij bewustzijn is gekomen. Nou, dan hopen we maar op dat dat spontaan gebeurd is. Maar wat zie je dan nu nog op dat plaatje, op dat, op die, op die, wat hier mee te maken heeft? Ja, nou, dat soort dingen. Ik zal het eens laten zien, wat ik zelf bedacht heb. Er moet natuurlijk nog zo'n bangig jongetje zijn daar in het bedje, die denkt, ah, die dokter gaat het helemaal allemaal doen, heeft allemaal van die ingewikkelde dingen. En natuurlijk deze moet je ook zien, hè. Want die mensen hebben een poes en die is overal waar die mensen ook zijn. En hij heeft speelgoed op de vloer liggen. En oma hangt aan de muur hier, hè, met nog een ander neefje en zo. Altijd moet oma aan de muur of opa of wie dan, ook, wie dan ook. Nou, dat is nou eigenlijk lezen. Dat je dus de dingen erbij bedenkt die niet gedrukt zijn en hoe krijg je dat. Dat wordt een gezamenlijke beleving en ik vind dat van meer waarde dan leuke boekjes zijn belangrijk en al die dingen eromheen. En gesprekjes over boeken en noem al die leuke lijstjes. Ik heb ze ook gemaakt met al die fantastische lijstjes. Maar de kracht van het lezen, de motivatie voor het lezen moet uit de aardigheid van het lezen zelf komen. Dat het een avontuur is. Dus, wat wij dus doen bij dat lezen, is dat wij de basis leggen voor het begrijpend lezen. Want dit is de basis. Begrijpend lezen is al een stukje verder, maar daarvoor moet eigenlijk het belevend lezen liggen en het verbeeldend lezen. Nou, nou ik zei u al dat, uh, dat we allerlei dingen doen. Uh, dan zitten er in, in al die methodes zitten ook methodegebonden toetsen. En ik heb al aangegeven dat wij hebben aangegeven van, uh, op welke manier je die methodegebonden toetsen af moet nemen. Ik vind dat er veel te veel methodegebonden toetsen zijn. Voor een heleboel kinderen is dat helemaal niet nodig om al die toetsen af te nemen. Dat heb ik ook aangegeven. zeg, nou, neem voor die paar kinderen dan nog al die toetsen maar af. Maar voor het gros, 75% van de kinderen, zijn al die methoden gebonden, toetsen helemaal niet nodig. En neemt u ze af, dan moet de instructie ook niet zijn. Snel lezen, maar dan moeten kinderen het ook gewoon lezen. Nou. Dan uh, hebben wij zelf een uh, toets die wij gebruiken in het onderzoek. En wij maken gebruik van de DMT. Dan zult u zeggen, ja, de DMT, hè, dat is ook niet echt helemaal uh, netjes om die te gebruiken. Ja, er zitten, uh, ik, ik zal niet de hele lijst met u doornemen, hoor, maar er zitten. Uh, Heel veel voordelen aan het DMT. En een van de voordelen is, ten opzichte van de AVI-kaarten, dat, dat je bij AVI veel te veel fouten mag lezen. Bij ons is een nauwkeurig lezen is ook een van de topics, maar er is zelfs een AVI-kaart, AVI-5, waar kinderen tien fouten in mogen lezen. is nog geaccepteerd. En iedereen hoort gewoon, ook al zit je niet in het werk zoals wij daarin zitten, als je aan iemand van de straat zou vragen: wat vind je nou van het lezen van een kind wat die tien fouten maakt? Dan zal diegene ook zeggen: Nou, die maakt al eigenlijk wel veel fouten. En dat doen wij dus niet. Wij vinden dat het belangrijk is dat nou kinderen nauwkeurig lezen. En onze kinderen maken de helft fouten van die kinderen die aan het rezen zijn. Dus dat is aanzienlijk minder fouten dan wat we gewend zijn. En wij gebruiken dus die DMT ook, omdat je heel snel met de DMT uh, toetsminimalisatie uit kunt voeren. Je kunt heel kaart snel kaart 1 laten vallen en kaart 2 ook. En er zijn nu scholen in Nederland die alleen nog maar kaart 3 gebruiken. Dat scheelt een ongelofelijke hoop. En als je dan toch nog denkt, ja, ik wil toch nog weten hoe die kinderen een tekst lezen, daar hebben we nog een aparte diagnostische teksttoets voor gemaakt. Die is gratis ter beschikking. Als u naar de website van Pravo toe gaat, kunnen we hem zo downloaden, kunnen we zo gebruiken, die toets. Die is er voor iedereen. Nou, wat is nou een van de problemen van die DMT? De kinderen krijgen bij ons niet meer de opdracht om snel te lezen, maar gewoon om nauwkeurig te lezen. Maar een van die problemen van de DMT is de derde kaart. Daar staan veel te moeilijke woorden in. Dit is 3b. De, de tweede kaart van die derde serie. En dan moeten kinderen dus al heel snel, eind drie, moeten ze al woorden lezen als busmaatschappij. Ik heb hem iets van 60 of 70 keer afgenomen. En kinderen zeiden tegen mij, moet ik dat echt lezen? Dus die kwamen bij die ingewikkelde woorden. Moet ik dat echt lezen? En je moet bij die DMT zo doen dat als het langer duurt, mag je vijf seconden wachten en dan moet je voorgezeggen. Ik heb heel veel kinderen gehad, moest ik vijf woorden voorzeggen. Dan vijf keer vijf is 25 seconden. Dus die heb je al niet gebruikt om naar het lezen te kijken. Dus we hebben die kaart drie weggegooid. Dat is een ongelooflijk waardeloze kaart. En we hebben een nieuwe kaart gemaakt voor kaart 3. Dus wij werken met kaart 1 en 2 gewoon van CITO, met een andere instructie, met andere normen, die zal ik u straks laten zien. En wij hebben die, die derde kaart aangepast, dat is eigenlijk waar wij mee werken. Dus daar is het onderzoek op mee gedaan in het kader van het redzaamheidslezen. Dan is het zo dat wij ook nog een programma gemaakt hebben voor kinderen met leesproblemen. Ook bij ons is het zo, ook al zijn de normen bij ons anders, welke normen dat zijn zal ik straks wel aangeven. Maar dan zijn er toch nog kinderen waarbij de leesontwikkeling heel vertraagd verloopt. En dat programma zal ik u straks wel eens kort illustreren om te laten zien wat er in dat redstmeidslezen zit ten aanzien van, dat, uh, van de kinderen met problemen. Wat wij hebben gemaakt voor scholen die dat in willen gaan voeren is een invoersprogramma, en dat is dit eerste. En daarin staat in een soort kookboekbestand staat aangegeven hoe je dat redstmeidslezen in moet uh, voeren. Dat kan je niet in één keer schoolbreed doen, je begint het onderbouw en zo geleidelijk aan, ieder jaar komt er een jaar bij. En zo voer je dat eigenlijk in. En in oktober verschijnt mijn proefschrift. En die ga ik ook gratis uh, ter beschikking stellen. Daar ga ik ook geen handel van maken. En zo kunt u zo van onze website downloaden. En dan kunt u echt in detail alles nalezen van wat er nou allemaal gebeurd is in die vier jaar. Uh. Als je nou kijkt op internet en je tikt eens dus in racelezen... want dat is dan waar ik, uh, wat ik eigenlijk afgeschaft wil hebben... Daar schrik je van. Daar kunt u echt een hele dag mee bezig zijn om al die dingen te lezen. Dit zijn de eerste twee pagina's als je gaat googlen. En wat zie je dan? Dat iedereen dat doet. En juf Dominique doet eraan. En dan heb je juf Elise doet het. En dan heb je juf Joicella. Nou, die houdt ook heel erg van racelezen. En juf Anja niet te vergeten. Die doet het ook allemaal. En Tiny Tip doet het. Nou, dat is ook fantastisch dat die het doet. Dus al die mensen zijn allemaal bezig met oefeningen te bedenken. Met racelezen, met raceaudities, met stopwatches. En allemaal van dat soort dingen. Dat is ongelooflijk. En dit zijn... Uh, uh, 947 links zijn dat in 0,33 seconden. Ja, dat is eigenlijk uh, jammer. Ik heb, in het begin heb ik nog nogal druk gemaakt om die mensen eens aan te schrijven. En dan zeggen we: Weet je wel waar ik mee bezig ben? Maar ja. Nou, jongen, een keer mee op. En dan denk je: Nou, ze moeten maar doen wat ze willen. Nou. Ik zei je wel dat ik uh, vier jaar lang die uh, 1200 kinderen gevolgd heb. Ik ben ermee begonnen in 2018 met de voorbereidingen. Nou, en dat is uiteindelijk echt begonnen met het afnemen in de toets van, van februari, van juni, februari, juni en zo. Tot uh, in juni in uh, groep zes. Uh, in groep zes horen eigenlijk op een gewone basisschool, ik ga straks naar de nieuwkomers toe praten, maar op een gewone basisschool horen kinderen dan eigenlijk het uh, technisch lezen onder de knie te hebben. Tot aan groep zes uh, um, lees je om het, om het lezen te leren, en daarna dan lees je eigenlijk om te leren. Dat is eigenlijk het verschil. Uh, dan wordt het lezen toch heel anders. Uh. Dus we zijn ermee gestopt. En waar ik, ik nu mee bezig ben is al die gegevens verwerken. Maar de belangrijkste dingen zijn eigenlijk allemaal gepukt. Uh. Een van de vragen die ik gesteld heb in het onderzoek is of het nut heeft om kinderen te leren om snel te lezen. Nou, daar zal ik u het eerste resultaat van uh, vertellen, van wat er uh, uit het onderzoek is gekomen. Of dat nuttig is. Uh... Nou, qua tijd gaat het nog helemaal goed hoor. Dus we gaan het nog helemaal halen. Welke nut heeft het uh, uitvoeren van het... Uh... Nou, ik heb eerst naar gekeken, nou, hoe zijn die scholen daarmee bezig? Ik heb u dat al laten zien in dat overzicht. Maar ik zal een illustratie geven van... Uh, Estafette. Estavette is een van de meest gebruikte leesmethodes, ook binnen onze scholen, die aan het restzaamheidsonderzoek hebben meegedaan. We hebben gevraagd welke methodes werken jullie, en toen hebben we gekeken, wat doen die methodes nou? En, dat is dit. en dit is een pagina van Estavette, en helemaal onderaan kunt u waarschijnlijk net niet zien, maar staat een krulletje en een klokje. En in Estavette is het zo, daar zitten dus heel veel van dit type oefen, oefenrijtjes in. Dus je hebt een rijtje met veertig woordjes, en dan worden aan de kinderen gevraagd met een stopwoordje erbij, of een zandloper in dit geval van lees dat nou eens, en dan moeten ze het nog twee keer weerlezen. Uiteindelijk lezen de kinderen die hoortjes drie keer en iedere keer wordt gekeken... of ze verder gekomen zijn aan de hand van die zandloopwadden die erin zitten. Dat is dus racelezen. Dat doen we op dit moment in groep 4. Voor, voor de scholen in Nederland die met estafetten werken... maken de kinderen 132 van dit soort oefeningen in de tweede helft van groep 4. Dus moet je nagaan wat die kinderen aan het doen zijn. Die zijn dus 132 keer aan het racen met elkaar... En dan is er bij Esther Vette ook nog een aandeel voor de A-lezers. Voor de kinderen die al heel goed lezen. En die doen dat 85 keer. Dus moet je je voorstellen dat je al fantastisch leest. En dan moet je nog met zo'n zandloper gaan zitten lezen. Wie heeft dat überhaupt zitten te bedenken? Dat is niet alleen een zwijze hoor. Want ik vind, op dit moment vind ik de grootste uitgevers nog de grootste racers. Ik hoop niet dat ik iemand beledig. Maar. Uh... Kijk, want uh, een andere uitgever, Malmberg is dat, die heeft zelfs nog een handige Chinees op de kop weten te tikken om nog van die handige stopwatches te maken. Hè. Dit hoort bij een methode van Malmberg en dat geldt ook voor dit, is ook van Malmberg, als je onderzaait. Maar nou, je ziet het, en zijn gewoon dezelfde uh, zandlopertjes. En die kopen ze van Abelkras in, uh, in China natuurlijk. En die doen dat eigenlijk ook. Er zit hier iemand van Manberg Malmberg uh, in deze zaal. En wat ik het aardige van Malmberg vind is dat daar het licht is doorgebroken. Die hebben in de gaten dat ze dat in de loop van de jaren moeten gaan veranderen. Dat is bij Zwijzen nog niet zo. Die zijn halfstarrig en die hebben een soort tunnelvisie en zo, die blijven daar nog bij. Maar het gaat ooit bij mannen veranderen dat die ook uh, wat meer naar dat uh, rechtsomheidslezen toe gaan en niet meer met deze waardeloze, uh, energieverspillende en milieuverontreinigende roddingen aankomen. Nu overdrijf ik wat en dan merkt u natuurlijk wel. Nou, als je nou uh, de kinderen vergelijkt die uh, in die redzaamheidsgroep zaten, die 1200 kinderen, en je vergelijkt dat met de andere kinderen, dan kan ik u laten zien, ik heb er hier even voor eindgroep 3 gedaan. Eindgroep 3 is het zo dat als je een E scoort, hè, bij die, um, uh, u weet het wel, in de 10% zwakste lezers, dan heeft dat bij de uh, gewone racelezers te maken met het lezen van 0 tot 22 woordjes, maar bij ons tot van 0 tot 31 woorden. En je ziet zelfs bovenaan bij een A dat de, uh, de racelezers loopt dat bestand van 98 tot 300, maar bij ons loopt dat van 103 tot 300. Moet je je voorstellen dat als je dus op school in groep 3 dat uh, snelle lezen helemaal weglaat en je gaat het vergelijken met scholen die dat wel doen, dan lezen onze kinderen even snel als die scholen die dat wel doen. Dus die leerkrachten hebben dan ook in groep 3 wordt geoefend met uh, zandlopertjes en al dat soort onzin. Maar het, het effect is niet aantoonbaar. Je kunt niet zeggen dat als je kinderen achter de broek zit om snel te lezen, dat die kinderen uiteindelijk sneller lezen dan kinderen die op een school zitten die dat niet doen. Dus de conclusie is heel eenvoudig, daar moet je gewoon mee stoppen. Ik heb dat ook nog uitgezocht voor de totale groep tot en aan, aan met groep 6. Dat heb ik gedaan met de C-schaal, ik weet niet of u daar een beetje in zit, maar u kunt hier zien aan die vijven, een vijf betekent dat dat het gemiddelde niveau is. Want onze kinderen die lezen dus niet meer snel, maar we hebben wel tegen hun gezegd, eh, um, zullen we eens gaan kijken of je toch nog snel kunt lezen. Moet je nooit meer doen, moet je niet verder vertellen dat we dat nu één keer gedaan hebben. Maar dan gaan we toch nog even kijken of dat kan. En wat blijkt dus, dat onze kinderen uiteindelijk net zo snel kunnen lezen... ...dan al die kinderen die met estafetten lezen en die 132 oefeningen gaan zitten doen. Terwijl dat bij ons afgeschaft is. Dat doen we eigenlijk niet meer. Maar kunt u zien aan die vijf. Die vijf betekent dat die kinderen, als je vraagt, kun je snel lezen... ...dan blijken ze gewoon gemiddeld snel te kunnen lezen. Dus hier heb je al een heel eenvoudig, daar heb je allemaal niet zoveel niet zo ingewikkelde statistiek voor nodig... ...om aan te geven dat het dus eigenlijk niets uitmaakt. Het helpt gewoon niet dat ja, de kinderen gaan er niet sneller van lezen. Ze doen wat ze kunnen... Maar dat doen die kinderen ook die bij ons zijn. En er is bij de leesontwikkeling van tempo lezen, is er ook een idee van spontane ontwikkeling. Dat kinderen uiteindelijk door gewoon veel te lezen, uiteindelijk vanzelf al sneller gaan lezen. Je hoeft ze niet achter de broek te zitten. Nou, dat is het eerste. Dus, mijn conclusie is, het heeft geen nut. Dus, stop ermee. Ja, simpeler kan ik het niet maken. Leuker ook niet, maar ook niet simpel in alle... Dus mijn idee is, hè, zorg op die scholen voor stressloze leden. doe dat niet meer, zet die kinderen allemaal niet onder druk te zetten en zo. En dan, dan wordt thuis gevraagd, nou welk niveau, had je, hoeveel woordjes heb je gelezen? En dan zegt zo'n kind, ja ik zit nog steeds op E, zegt die moeder geen wonder in, want je vader heeft ook dyslexie, dan krijg je dat natuurlijk allemaal. Hè. Je moet dan wel iets doen, hè, vind ik, want er is een kleine categorie kinderen waarbij het lezen toch niet vlot uh, verloopt. Die, uh, ik zal u dat straks laten zien, wat onze norm is. En bij die kinderen moet je wel automatiseringsoefeningen doen, maar je mag gewoon herhalen en lezen, er is helemaal niks op tegen, maar zonder stopwatch. Ik heb toch aangetoond dat het met stopwatch niks meer op gaat leveren dan zonder stopwatch. Laat het maar gewoon weg. Maar die kinderen hebben dat wel nodig, die, hebben, die moeten wel leeskilometers maken. Nou, wij doen dat straks, zal ik u laten zien, ook nog met leeshelden. Dan uh, is het belangrijk om te weten dat wat nou effect heeft op kinderen en wat echt nadelig is voor kinderen. Dat is niet zozeer het leestempo, maar dat is eigenlijk het decodeergemak. En gemak wil zeggen dat kinderen eigenlijk motjes moeten kunnen lezen zonder haperingen. Dus zonder spellen te lezen, zonder herhalen te lezen, zonder zelfcorrecties, zonder dat soort dingen. Dat is uh, hinderlijker voor de kinderen dan een langzaam tempo. Ik heb nog helemaal uitgezocht hoeveel kinderen er zijn. Ik wil u daar wel een voorbeeldje van geven. Maar hoeveel kinderen er zijn die heel slecht technisch lezen, dus die een E lezen voor technisch lezen in groep 6. Ik heb het voor alle groepen uitgezocht hoor, maar eventjes voor groep 6. Er is dus een groep kinderen in groep 6 die een E haalt voor het technisch lezen, maar die scoort een A of B voor, technisch lezen, voor het uh, uh, begrijpend lezen. Dat is 24,7% van de kinderen. Dus bijna een kwart van alle kinderen, waarvan iedereen zegt, die lezen gewoon heel slecht, die blijken gewoon qua begrip gewoon normaal te lezen. Maar hoe dat komt, zal ik straks wel iets over zeggen. Dan heb, dit heb ik even tussen de haakjes gezet, omdat dat voor, jullie, voor de populatie waar jullie mee werken eigenlijk niet zozeer van toepassing is. Maar de rest van Nederland worstelt op dit moment met die referentieniveaus. Je hebt de referentieniveaus voor het begrijpend lezen 1F en 2F. 1F dat haalt zo'n beetje 85% van de kinderen. Daar zijn we al tevreden over, maar 2F is een probleem. 65% van alle kinderen in Nederland moet eigenlijk dat niveau 2F halen. En dat is maar 50% op dit moment. En wat wij tegen de gewone scholen zeggen, niet tegen jullie, maar tegen de gewone scholen, is laat dat voor een hele hoop kinderen, dat racen nou weg. En besteed die tijd nou aan het, aan het begrijpend lezen. Dat is uiteindelijk veel nuttiger. Want begrijpend lezen is eigenlijk leidend. Ik zal u dat straks ook laten zien bij het tweede onderwerp. En dat is de vraag van uh, waar gaat het uiteindelijk bij het lezen om? Als je kijkt bij de referentieniveaus voor technisch lezen... Daar ben ik heel blij hoor, ik weet, ik, ik weet dat natuurlijk al een aantal jaren en vanaf 2009 weet ik dat eigenlijk wel, maar ik ben er wel blij om wat daar staat, wat de, wat de overheid van jullie wil en van de scholen. Er staat aangegeven dat een kind de teksten zodanig kan lezen dat de woordherkenning, het tekstbegrip niet in de weg staat. Dus je moet eigenlijk technisch zo kunnen lezen dat het begrijpend lezen niet belemmerd wordt. Er staat nergens in de wet of in die doelen dat jullie de kinderen moeten leren om snel te lezen. Op de een of andere manier, het CITO is daar de schuldige, moet ik eerlijk zeggen. Die heeft dat opgejut en die heeft met die toetsen gewerkt waarbij snel en iedereen gaat het nadoen. Iedereen wil dus zorgen dat die kinderen allemaal een A of een B scoren. Daar komt dat uiteindelijk vandaan. Maar de overheid vindt dat die kinderen helemaal niet snel hoeven te lezen. Die vindt dat de kinderen zodanig moeten lezen dat het begrijpelijk lezen niet belemmerd wordt. Maar de vraag is hier natuurlijk van, ja het moet vlot genoeg zijn, wat is dan vlot genoeg? Ik heb een hele verzameling gemaakt in de proefschrift van iedereen die allemaal roept, ja het moet vlot genoeg zijn en niemand zegt wat vlot genoeg is. Ja, dus daar heb je nog helemaal niks aan. Hè. Als je dat niet uh, operationaliseert, daar heb je er helemaal niks aan. Hè. Dus wat wij gedaan hebben, is dat wij dat gaan operationaliseren. Dat hebben we gedaan. Ik zal u dat straks laten zien. Als u nou helemaal geen verstand van statistiek zou hebben, helemaal geen enkel probleem. Maar als u gewoon logisch nadenkt, weet u ook al dat snel lezen niet nodig is. Want wat doe je bij begrijpend lezen? Bij begrijpend lezen is het zo dat je een tekst leest en daarna komen vragen. Maar het is nooit zo bij het begrijpend lezen dat, dat de kinderen in Nederland op de school een tekst krijgen. En die moeten zo snel mogelijk doorjagen. Dan moeten ze het Boekje dicht doen en dan moeten ze uit hun hoofdvragen beantwoorden. Dat komt niet voor. Wat moeten de kinderen allemaal doen? Die mogen gewoon die antwoorden opzoeken in die tekst. Die gaan gewoon heen en weer lezen. Een paar regeltjes ervoor, een paar regeltjes erna, en die gaan een beetje zoeken en zeggen. Oh ja, hier staat wie de hoofdpersoon, is dat Flip. want Flip is 35 keer genoemd, dus dan moet Flip wel de hoofdpersoon zijn, los van de vraag hoe belangrijk dat soort dingen allemaal zijn. Dus wat gebeurt er eigenlijk, los van de statistiek die ik straks zal laten zien, is dat je al weet wat er bij het begrijpend lezen wordt gevraagd. Dat is gewoon rustig. Als u nou laat ik het even over mezelf hebben, maar als ik zelf een tekst lees en ik begrijp hem niet, ga ik niet sneller lezen. Dan ga ik langzamer lezen en herhalend lezen. En ik ga er wat onderstrepen en ik zet nog wat in de kantlijn en denk: ja, als ik het nu niet snap, dan zal het wel te moeilijk voor mij zijn. Maar je gaat niet sneller lezen, je gaat rustig lezen en je gaat zoeken in die tekst, kan ik het verband zien van wat hier eigenlijk bedoeld wordt. Dus het, het uh, echte begrijp lezen is eigenlijk zo'n beetje heen en weer op en neer, even terug in de tekst en dingen opzoeken. Dat is het eigenlijk. En dan voel je zelf al aan dat daar geen snel lezen voor nodig is. Maar de vraag blijft natuurlijk, wat moet ik inderdaad minimaal aan tempo hebben? Daar is, uh, uh, ik heb aan experts gevraagd, en die kom je overal tegen, ook in de literatuur. Mensen die zeggen, nou, we hebben het niet onderzocht, maar we hebben wel een idee. En wat je daar over het algemeen leest, is dat één woordje per seconde genoeg is. Dat is wat, mensen, wat de mening van mensen is. We hebben twee Amerikanen onderzoek gedaan, vanaf 2002, Burns en Goods, en die komen ook tot één woordje per seconde. En ik heb het zelf voor de Nederlandse situatie uitgezocht, van voor die drie kaarten van de DMT. En ik kom op 178 woorden. En wat is 178? Dat is ongeveer één woordje per seconde. Meer heb je dus niet nodig. Terwijl de gemiddelde van onze kinderen zit hier ver boven. Hoor. Onze kinderen lezen gemiddeld veel en veel beter dan die 178. Maar als je het echt statistisch uit gaat rekenen en je gaat kijken van wat heb je nou technisch nodig zodat het begrijpen en lezen niet belemmerd dan is dat 178 woorden. Gekoppeld aan het 1F referentiedoel. Daar heb ik het aan vast gekoppeld. Nou, wat je hier dus ziet, dat is dit, dat dit is eigenlijk die redzaamheidslijn Kinderen moeten op of boven die lijn zitten, want als ze eronder komen te zitten, is maar de vraag of ze op tijd, middengroep 6, of ze dan aan die 178 komen, want dat is gewoon heel handig. Het gaat over redzaamheidslezen, en dit is de vraag: wanneer kun je je redden als je 178 woorden kunt lezen, dan kan je redden. Nou, dit is dus die redzaamheidslijn. Dan hebben we hier nog een lijn gemaakt, en dat is de 10%-lijn, en die hebben we nodig voor dyslexie. Dus als kinderen drie keer hieronder zitten, ze hebben drie keer een gehaald dan mogen kinderen aangemeld worden voor, bij zo'n zorginstelling. Dat is niet mijn idee, ik heb een heel ander idee over dyslexie. Maar ja, ik volg het NKD, ik weet niet of u ook met die nadigheid te maken hebt gehad. Maar dat NKD bepaalt dat in Nederland. Om één voorbeeld te geven waarom dit niet klopt, dat is het volgende, als je naar het RID toe gaat, het RID is een instantie in Nederland waar kinderen behandeld worden voor dyslexie. En als u naar die website toe gaat, weet u wel wat er op die website staat? Er staat, als kinderen bij ons behandeld worden, dan leest na afloop van die behandeling... Drie van de vier kinderen op het niveau van de groepsgenoten. Wij dat voorstellen, dus die kinderen zijn ooit gediagnosticeerd als zijn dat dyslectisch, of hebben, ze hebben dyslexie, en dan worden ze daar behandeld, en na die behandeling lezen ze het gros van die kinderen, net zoals al die andere kinderen. Die kinderen hebben dus nooit dyslexie gehad. Daar is wat anders mee aan de hand geweest. Dus dat is al een teken dat het hele idee zoals dat nu wordt gehanteerd van die dyslexie, dat dat eigenlijk hartstikke fout zit. Dus Ze hebben heel veel foute diagnos diagnoses gemaakt. En dit is een laatste. Dit is de lijn waarvan wij zeggen, als kinderen op of boven deze lijn zitten, hebben ze niet eens een leesmethode nodig. Dan kunnen ze zichzelf leren lezen door gewoon leesboekjes te lezen. Het gros van de kinderen, ik heb dat ook nog voor iedere groep in procenten allemaal uit zitten te rekenen, die hebben eigenlijk helemaal geen methode voor technisch lezen nodig. Die leren lezen aan de hand van gewone leesboekjes. Wij doen dat ook niet meer, wij geven de kinderen geen ABCDE, maar we geven de kinderen een, een hulpvraag. Kunt u hier zien, hier staan al die scores op, zoals dat uit het onderzoek is gekomen. En dan zeggen wij, scoort een kind nou uh, midden 3 tussen de 50 en de 300 woorden, dat zijn dus hele goede lezers. Dan vraagt zo'n kind eigenlijk, de hulpvraag van het kind is, mag ik leren lezen aan de hand van leesboekjes? Dus wij zetten de scores van kinderen om in een hulpvraag, en niet om een, in een ABCDE waar je eigenlijk nauwelijks iets mee kunt. Dan daarnaast heb je kinderen die een andere score hebben, en die kinderen zeggen van, mag ik leren lezen met een gewone leesmethode? Ik heb toch wel een leesmethode nodig. He, want het werkt dan mooi systematisch, dus die moet je wel aan mij geven. Dus daar vraagt dit kind eigenlijk om. Dan zijn er ook kinderen die zeggen, ja, een gewone leesmethode is eigenlijk nog ontoereikend voor mij. Ik heb nog extra oefenstof nodig. Zorgniveau 2, hè? u kent dat waarschijnlijk wel. En dan uh, um, hebben we dat hier aangegeven. En het laatste is dat er kinderen zijn die een zodanige vertraging in de leesontwikkeling hebben. Die zeggen, ja, ik heb uh, een leesmethode nodig, ik heb nog extra oefening nodig en ik heb ook nog specifieke hulp nodig. Dus dat is op die manier zorgen wij ervoor dat de toetsen voor het lezen niet van het lezen zijn, maar eigenlijk voor het kind en voor het lezen. Dat is eigenlijk het verschil in het denken. Nou, nu gaan we over naar het tweede gedeelte van de voorstellingen. Dat is de vraag van wat heeft nou die stage opgeleverd? Dus nogmaals, u mag me, u mag het me kwalijk nemen als u denkt, hoe weet je nou na nou twee dagen al? hoe de vork in de steel zit, maar goed, ik ga het gewoon doen. Ik wil iets zeggen over het volgen van de ontwikkeling. Dit zijn die thema's die hier staan. Die heb ik ook met die scholen besproken. Dus ik heb na afloop op de ene school heb ik met alle leerkrachten gesproken waar ik in de klas ben geweest. En de andere leerkracht heb ik met de adjunct-leerkracht gesproken. De adjunct directeur van die school gesproken. En ik heb ook alles uitgeschreven. Dus alles wat ik daar gezien heb, is geschreven en ligt daar ook op die school. En met één school is al min of meer een soort afspraak gemaakt dat ik daar met hun verder ga. Dus ik wil iets zeggen over het volgende kinderen. Ik wil iets zeggen over leeshelden. Een programma dat wij gemaakt hebben voor kinderen met leesproblemen. Wat je ook bij nieuwkomers kunt gebruiken. Dan wil ik iets zeggen over de woordenschatontwikkelingen van de kinderen. Iets over lezen en woordenschat. En tenslotte wil ik nog mijn ergernis uitspreken over heel veel plaatjes die in de leesmethode staan. En waarvan ik denk, hoe hebben ze ooit, welke illustrator hebben ze nou genomen om dat soort illustraties te tekenen? Ik zal er u twee laten zien, want ik heb nogal een grotere verzameling. Maar daar ben ik wel van geschrokken. Ik denk van, che, kan dat nou niet beter dan. Uh, het Lohan heeft ook een soort actie uh, van mensen die dat doen. Die verzamelen ook plaatjes. Ik weet niet of u die al gezien hebt, maar daar was ik ook niet tevreden over. Dan zie je bijvoorbeeld een voet en dan is het, het woord teen. Ja. Tenminste, er was een soort pagina om even te kijken als jullie dat doen. Dus ik heb gezegd: Fantastisch dat jullie dat doen. Moet je echt vooral mee doorgaan. Maar je moet het nogal iets specifieker maken, want zo specifiek waren die uh, begrippen eigenlijk niet. Uh. Maar het idee is natuurlijk uh, prima. Er is niks op tegen. Het volgen van de kinderen. Nou, ik wil daar even beginnen bij waar ik net geëindigd heb, want dat is dus eigenlijk dit. Dus op een van de scholen hadden we een discussie over: van ja, als je nou het technisch lezen, want dat is eigenlijk mijn invalshoek. Terwijl het begrijpend lezen is uiteindelijk mijn doel, hè, dat is. Uh, dat heb je ondertussen wel begrepen. Maar uh, ik heb op één school gediscussieerd over de vraag: deugende volgsystemen die jullie nu gebruiken. Ook dat nieuwe volgsysteem. Want ik ben hier gisteren ook geweest. Beneden staat het volgsysteem van het Loan. Daar heb ik ook zitten te bekijken. Waarom ik ook denk: van ja, de, de rest vind ik allemaal goed, maar voor technisch lezer was ik daar ook niet kapot van. En op die scholen zeiden ze, ja, bij ons ontwikkelen die kinderen zich allemaal toch heel anders. Bovendien heb je kinderen die al wel hebben leren decoderen, die komen hier binnen. En je hebt kinderen die hebben nog nooit leren decoderen, dus je hebt nog twee soorten kinderen die hier allemaal binnenkomen. Is het eigenlijk niet mogelijk om een soort basislijn voor die twee groepen te ontwikkelen die gekoppeld zijn aan onze kinderen? En daar heb ik een voorstel voor aan die scholen aangeboden en gezegd van, nou, zullen we dat volgend jaar eens gewoon uit gaan zoeken. Zullen we eens gaan kijken wat er nou iets handig is, zodat jullie niet gefrustreerd worden door dit, hè, want dit is gebaseerd op... Uh, hoe gewoon uh, Nederlandstalige kinderen zich ontwikkelen. Of dat gedoe zoals het CITO dat eigenlijk hanteert. En daar hebben we wel over zitten brainstormen, maar dat moeten we nog eigenlijk onderzoeken. Dat geldt ook voor hoe je de woorden beoordeelt, van hoe de kinderen bij jullie op school die woorden uitspreken. Uh, uh, bij de Nederlandse kinderen moet je, als ze staat eerlijk en het kind leest eerlijk, moet je fout rekenen. Terwijl bij jullie op school denk ik, nou, het is al mooi dat ze het verklanken. Waarom zou je dat fout moeten rekenen? En als ze van alle uns één zeggen, zou ik ook geen bezwaar tegen hebben. Dus we gaan ook nog uitzoeken van, hoe gaan we nou de fouten van die kinderen beoordelen? Zodat je niet allemaal uh, ja, met die uh, uh, Nederlandse ideeën over die woorden na gaat denken. Nee, het gaat dan verklanken. En ik vind eerlijk toch al fantastisch dat je dat kunt lezen. En de kind dan ook nog weet wat eerlijk is. En denkt, nou geweldig. En later komt dat eerlijk vanzelf wel een keertje. Dus uh, op zo'n manier moet je daar ook naar kijken natuurlijk. Dus wat we eigenlijk gaan doen is waarschijnlijk uitzoeken van hoe we uh, um, lijnen kunnen maken, misschien voor twee soorten kinderen die wat meer gepast zijn voor jullie. Het kan best zo zijn dat het bij jullie zo is dat die kinderen uiteindelijk, want die kinderen zitten nooit al die jaren bij jullie op school, hè? dat is één jaar of twee jaar en zo, maar het voordeel van die lijnen is dat je wel een soort inschatting kunt maken of ze ooit op tijd aan die 178 komen. Dat is aan de bedoeling. Dus uh, het is niet zo dat, uh, kijk, als die kinderen twee jaar bij jullie zitten en ze zitten hier ergens, hier ergens, en het begint hier allemaal heel af te vlakken. Dat je denkt, hoe krijgen we zo'n kind ooit dan nog bij die 178 terug? Zo moet je de lijnen eigenlijk zien. Helpt het je om een soort risico in te schatten van of ze op tijd, want voor die kinderen is het handig dat ze redzaam zijn. En die kinderen hoeven ook niet naar een A-niveau, zoals dat bij de DMT gebeurt. Die moeten ook gewoon naar die 178 toe werken. Dus het zou best wel kunnen zijn dat uiteindelijk een jaar later, dat er dus nogmaals, we halen dat niet met al die kinderen. En die zitten dan al lang niet meer bij jullie, maar wel een soort inschatting Van hoe die ontwikkeling zou kunnen zijn. Kan misschien ook nog wel een jaar later zijn dat die ontwikkeling. toch wat ik zelf denk, maar dan moet ik eigenlijk nog bewijzen: is dat die ontwikkeling nog anders loopt. Ik heb zelf het idee dat het bij jullie eerst een tijdje heel plat verloopt. en dat er dan een soort uh, snellere toename is. Dat is het idee wat ik zelf heb. Dus dan moet je normen ook op aanpassen. en dan moet je dit accepteren dat het gewoon een tijdje duurt. Dat geldt ook voor. Ik heb zoiets ooit gemaakt voor scholen voor slechthorenden en spraakgebrekkige kinderen. Daar was dezelfde situatie. Die doen ook heel lang over om dat baasniveau te verwerven. en in één keer dan schiet het op. En dan komen ze uiteindelijk toch nog wel een keer op een fatsoenlijke tijd bij die eindnormen terecht. Dus wat, uh, wat ik ga doen met die uh, school, dat is een school in uh, Hengelo, waarschijnlijk. Ik heb me dat aangeboden en dat, daar moeten ze nog rustig over nadenken. He, ze kunnen hier ook beneden kijken bij dat volksysteem van Lohan denken: nou dan gaan we dat maar doen. Maar dit is mijn idee om dat toe te spitsen en ook om de beoordeling daarvan toe te spitsen. En ook niet meer bij die kinderen de toets te geven om snel te lezen. Dus we gaan dan niet die gewone toetsen gebruiken en niet. Uh, bij ons is het trouwens wel zo dat wij een stopwatch gebruiken. Op internet kunt u zien hoe ik een toets afneem bij een kind. En dat, uh, ik, ik ga niet zo met een stopwatch voor de kind van ja, begin maar. Dus het kind zit hier, kunt u zien, en hier zit ik. En hier ligt mijn iPhone en dan klik ik gewoon rustig op. Want ik moet wel weten wat een kind in een minuut kan lezen. Dus dat heb je wel nodig, omdat wij toch ook aan die norm van 178 uh, die kinderen moeten vastkoppelen. Waarschijnlijk is het dan zo dat we dit weg gaan halen, die groepsaanduiding, en dat we waarschijnlijk gewoon met didactische leeftijden gaan werken. Dat we dat ook weg gaan halen. Want dit is ook gewoon irritant wat hieronder staat. Daar heb je het niet zo gek van aan. Dus waarschijnlijk zal dat het worden. Dus uh, dat is het idee wat wij uit gaan zoeken van of dat misschien nog niet een betere manier is om uh, um, niet al te kritisch, maar toch wel op tijd in te grijpen en te weten: ja, wanneer moet je nou iets gaan doen uh, aan die kinderen? Dan leeshelden. Ik zei wel dat het een programma is, ik kan het niet helemaal bespreken. Ik geef regelmatige webinars, Daar kunt u gewoon gratis op intekenen. En dan kunt u zien hoe ik in een uur uh, u door dat hele systeem meeneem. Maar ik zal even laten zien wat de clue is van uh, leeshelden. Dus uitgeven met Bright Skills, dat is een uitgever in Berkel-Enschot. En dan kunt u ook gewoon het programma voor een maand uitproberen. Dus u mag ze gewoon een mailtje sturen en zeggen: van uh, ik wil gewoon eens kijken of het wat voor ons is. Als u dan denkt, het is niks, nou, dan is het niks voor u. En waarschijnlijk zegt u: oh, dat is ja, wat wij doen, bij, uh, um, wij, wij oefenen met de kinderen drie soorten, op drie niveaus: namelijk op woordniveau, op uh, um, zinsniveau. Er zijn in het Nederlands 155 typen zinnen. De basis van de structuur van de Nederlandse taal kan je vatten in 155 soorten zinnen. Dus wij slijpen bij de kinderen niet alleen de woorden in, maar ook de structuur van hoe de zinnen over het algemeen lopen. En we oefenen teksten. En wat u hier eigenlijk ziet, is dat wij niet meer losse woorden oefenen, wij oefenen altijd de woorden met de lidwoorden ervoor. Ik begeleid zelf een school in Den Haag waar en... kinderen zitten met uit 21 nationaliteiten. En ik heb gehoord hoe die kinderen worstelen met die lidwoorden. Dus ik dacht, ja dat moeten we hier niet meer doen. Dan moeten we gewoon die lidwoorden aanbieden. We kunnen het ook eventueel nog in de loop van de tijd nog met kleuren gaan werken. Of zo dat de en andere kleurtjes. Nee, dat kan best bestie allemaal nog. Je kunt hier van alles nog wat mee horen. Dit kan allemaal voorgelezen worden. Rustig en niet sneller. En je kunt die teksten veranderen. Je kunt ook uh, die wo woordjes groter maken. Meer ruimte ertussen. Nou uh, al die details zal ik u besparen. Nou, dit is, dit zijn, dit is een gedeelte van die zinstypen, hè, dat je een eerste persoon hebt en dan nog zo'n persoonsvorm erachter. En dat wordt steeds uitgebreider en groter, maar zo loopt dat nou één keer in het Nederlands. En dat help je bij het lezen, als je een beetje idee hebt van hoe die zins, hoe die grammaticale structuur is, dat uh, help je bij het decoderen. En dit zijn vragen zinnen, nou, zo moet je zich dat aan voorstellen. En uiteindelijk gaat het om het lezen van teksten, en dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling. Wat we bij die teksten nog gedaan hebben, is een aantal dingen. Er zit hier nog een soort tekentje... En als je daarop klikt, dan komen er ook vragen bij die teksten. We hebben twee niveaus van uh, programma's voor begrijpend lezen gemaakt. De ene is gewoon vragen. En de andere is een speciaal programma voor kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen. En daar zit dat visualiseren ook heel erg in opgenomen. Dat is de basis. En ook het belevend lezen. Dus dat is, uh, en dat is iets wat zo rond de grote vakantie klaar is. Dus wij, wij hebben niet voor gekozen voor alleen een programma om de kinderen te leren decoderen. Maar om er eigenlijk een totaal taalprogramma van te maken. En onderaan, ik weet niet of je dat hier kunt lezen, maar er staat woordenboek. En als je op klikt en je doet dat schuifje aan, dan verschijnt er achter de woorden. Je kunt het net niet lezen volgens mij. Ja, dan zitten er van die soort groenige vlakjes achter. En als je daarop klikt, komt de betekenis van die woorden tevoorschijn. Nou, ik heb het eens voor geklets gedaan. Nou ja, de gekletst is niet zo'n handig woord, niet zo'n handig voorbeeld. Maar uh, wat wij doen is bij die woordenschatten is dat we het woord uitleggen. We geven een zin. We laten ook in de toekomst het woord voorlezen. Dus als je erop klikt, dan kan je even dat woord nog weer geïsoleerd voor, uh, horen. En wat we ook doen is dat we de een meervoudsvorm ervan geven en dat het verklein wordt. Ja, en een plaatje, nee zeker, bij gekles lukt ons dat niet. Maar nee, dat is absoluut in de basisopbouw zit het plaatje eigenlijk ook. Ja? Ja, maar je kunt alles printen. Er zit overal zo'n tekentje onderaan. Dus als je denkt, ik wil het om wat voor soort reden nog geprint hebben, dus je kunt alles printen. Ja. Nou, dat is leeshelden wat wij daarvoor gebruiken. Wat doen we bij dat leeshelden? Ik zal niet dit hele schema met u bespreken, maar even in grote lijnen. Als je kinderen begeleidt op school en je, je hanteert leeshelden, dan vinden wij dat de helft van de tijd moet bestaan uit het trainen, het oefenen met leeshelden. En de andere helft zou moeten bestaan uit het toepassen. Dus bij ons gaat het niet om dat die kinderen heel vlot leeshelden beheersen, maar bij ons gaat het uiteindelijk om, daar hebben we hebben allemaal nog dingen voor bedacht, dat datgene wat die kinderen hier leren, dat ze dat in een leesboekje toe kunnen passen. En ik heb hier die mevrouwtje ook aanwezig, dat is deze collega van u. Ik zal even kijken of ze nog wil komen. Komt u nog? Ja, daar is ze. Ik zie je dat? Saskia Lambrecht, die is van een school in de Apeldoorn. En daar werkt ze heel erg met rijke teksten. Ik heb gisteren ook een workshop bij haar gevolgd. En ik ga ook kijken bij haar op school, want ik ben er wel een grote voorstander van. Alleen heb ik tegen haar gezegd van, ik vind in het begin van het leren lezen, vind ik dat die teksten nog mooi gestructureerd en erg overzichtelijk moeten zijn. Dan vind ik dit nog te veel gevraagd. Maar de poging die zij wagen om meteen al zoveel mogelijk rijke teksten te koppelen aan uh, um, nieuwkomers vind ik echt wel een heel goed idee. Dus uh, vandaar dat ik daar ook met heel veel plezier die uitnodiging neem om daar eens te gaan kijken. Naar. Maar wij doen in wezen hetzelfde. Nogmaals, dit is trainen en hier, lezen. hier leren de kinderen hoe ze moeten lezen. En hier gaan ze dat toepassen in gewoon leesboekje. Dat is het eigenlijk. Dus zij, zij is hier nog vandaag, dus als u daar al naartoe wilt, dan uh, kan het nog. <laughs> Nou, ik heb niks geks gezegd, hè? Nee, hè? Nee, nee, precies. Nou, dan vind ik leuk dat ze er is. Uh... Ik ben gisteren bij A geweest, dus uh... ja. Ja. ja, en ook om ervoor te zorgen dat je niet verarmt met die kinderen qua teksten en zo. En ik doe dat natuurlijk, zeg maar als orthopedagoog, ben ik snel geneigd om dat soort teksten te maken, qua instructieteksten. Maar ik weet deskals best dat het daar niet om gaat. Uh het gaat niet om lezen, het gaat om datgene wat in kinderen geleerd hebben, om dat toe te passen in wat zij daar op school doen. Die rijke, wij doen dat ook, hoor, met wel met leesboekjes. Maar omdat zij zich zo concentreert op die rijke teksten, vind ik dat al interessante in van zoeken om dat te bekijken. Dus dat gaan we zeker doen. Er wordt vervolgd. Maar hoe zit het nou bij de woordenschat, volgende onderwerp? Kunt u het nog aan? Dat gaat echt wel nog lukken binnen de tijd, hoor. Ik vind het knap, hoor, dat u dat nog zo lang volhoudt hier. Het begint ook een beetje warm te worden hier, maar dat zal wel aan mij liggen. Hoe is het met de woordenschat? Nou, dan moeten we toch nog even doorheen met elkaar... Dat is ongelooflijk, ja, als je intikt op, op Google van woordenschatontwikkeling voor nieuwkomers en zo, dat is zo ongelooflijk veel. Er, is, er zijn hier ook al twee workshops. Ik heb gisteren nog deze workshop gevolgd van de TPR. Ik weet niet of u die benadering ook kent voor de woordenschatvergroting. Het was een hele um, uh, uh, ontspannen. Uh, misschien zit die mevrouw hier ook nog? Van, uh. <laughs> nee, maar dat is wel leuk, want zij heeft uh, met ons geoefend hoe je Italiaans leert. Dus dat was, dat was ik wel van onder. Ik ken het wel, maar nu dacht ik even weer ophalen. Is er veel nieuws veranderd? Nee, er is, is niks veranderd. Alleen het mooie was, zij heeft, Hanneke Pot heeft promotieonderzoek gedaan en zij heeft gekeken hoe kinderen nou met ik en co een bepaald thema behandelen, wat het effect daarvan is. Dat heeft ze gedaan met TPR en ze heeft er nog gedaan met TPR en nog iets bij met plaatjes. En wat bleek uit het onderzoek, dat het TPR geen meer winst opleverde. Dus ik, ik heb er wel een verklaring voor, er had ook wel een verklaring. Maar dus, het is niet zo dat dat het enige zaligmakende idee is om aan de woordenschat van kinderen te werken. Dus er we zijn er nogal meer, mee. er is nog een collega, dat is deze mevrouw, van Groeneveld, die heeft hier al een workshop. Dus het is niet zo dat ik nu ga zeggen dat dat de enige manier is om die woordenschat te vergroten. Maar ik, zal toch, ik durf het toch nog wel aan om iets te zeggen over dual coding. Op een van die scholen waar ik was, daar waren ze bezig om kinderen met kinderen soep te maken. Dat is fantastisch, ik hou ervan om driedimensionaal, vanuit de beleving die taal te ontwikkelen. Dus daar waren ze mee bezig om dat te gaan doen. En de kinderen moeten duidelijk te woorden. Ik vond dat dat nog wel iets beter kon. Ik vond dat ze niet alle kansen namen om kinderen uh, in koor of in individueel die woorden na te laten zeggen. En bovendien vond ik zelf nog dat er eigenlijk nog te weinig zinnen werden nagezegd. Het was, was meer van wat is Sanja aan het doen aan nou, de zij hele groep zijn roeren. Dan eigenlijk moet je de kinderen leren om te zeggen: Sanja is aan het roeren. De basis van het Nederlands is niet het lezen van die losse woorden, maar het, het gebruik van woorden eigenlijk in zinnen. Dus dat, dat, die tip heb ik nog aan gezegd gezicht. Van denk er nou aan dat je het wel ook zoveel mogelijk in, uh, in uh, zinnen eigenlijk doet. En ik vind dat er ook, als je soep maakt, ja, er zit prei in dat stinkt en er zitten uien in die stinken. Dus je moet die kinderen ook allemaal laten ruiken en zo. En dan moet een stukje rondgaan, daarna moet je het weggooien volgens mij. Maar je moet wel even uh, ja, via meerdere zintuigen, als dat mogelijk is, om dat uiteindelijk te laten doen. En wat ik eigenlijk mist en wat ik zelf het allerbelangrijkste vind, is dat dat opgenomen wordt. Hè. Iedereen heeft zo'n telefoontje. Want het grote voordeel van als je die sessie die je doet, want ik heb dat gezien bij soep maken, maar ook het naar bed toe gaan. Dus in een andere groep uh, uh, deed er een dat voor hoe het is naar bed toe gaan. Dus die had een badje aan, een badje ging op de grond liggen, een matras en een blaken en een spray en al van dat soort mooie dingen. En dat werd allemaal benoemd en allemaal gedaan en zo. Vreselijk goede betrokkenheid van de kinderen. Dus dat is allemaal heel geweldig. Maar ik denk, neem het nou op, want je moet die um, woorden, die die moet je ongelooflijk vaak herhalen. En vroeger dacht ik zes keer, maar ik heb nu geleerd dat het al twintig keer moet. Je moet het heel vaak herhalen. En het mooie van die videoopname is dat je de volgende keer, de volgende dag, dan laat je gewoon die filmen kijken en dan draait het geluid weg. En laat je de kinderen het gewoon vertellen wat ze gezien hebben. Dat is al een hele eenvoudige manier, maar dat werkt heel erg goed. Dan is de tweede stap bij de dual coding. Wat ik trouwens ook met jullie heb gedaan bij dat verhaal van Iwan. Dat je het lezen combineert met het visualiseren. Dat gebeurt hier eigenlijk ook. Dat is ook, is ook dual coding. Dan moet je de kinderen laten zien wat, wat er gebeurd is. En dan moet je natuurlijk, hoef ik jullie niet uit te leggen, indirect verbeteren. En dan is het belangrijk dat je ook iets met plaatjes gaat doen. We gaan het steeds platter maken, uitgaan van de beleving. en uiteindelijk naar het platte vlak toe. Ik heb wat zitten googelen, dus zo moeilijk is dat aangooien niet. Dus ik heb allemaal plaatjes uh, zitten maken. En hier kan je van alles en nog wat mee. Van memory tot in de goede volgorde neerleggen, die teksten erbij. Je kunt zien dat ik hier ook geen losse woorden onder heb gezet, maar eigenlijk ook zinnen uh, waar dat mogelijk is. En kijk, het voordeel van die dual coding methode is dat je dat heel makkelijk toe kunt passen. Daar heb je geen TPR-cursus uh, voor nodig. Uh, of wat ik nu ook weet, dat het effect daar niet zo grandioos groot van is. Maar je moet flink uh, over praten. Daarna, het wordt steeds meer minder met voorstellingen en met, met plaatjes. En die opbouw zit er eigenlijk in. En wat ik gemist heb op een hoop scholen, dat is denkopdrachten. Ik vond dat heel veel dingen die er met de kinderen gedaan werden, die zaten in de sfeer van woordjes benoemen en dat soort dingen. Terwijl, er, die kinderen zijn niet gek. Die hebben, die hebben gewoon een verstand. Dus je moet ook regelmatig denkopdrachten. Daar moet je even voor gaan zitten en dan bedenk je ze ook zo. En dan kunt u hier ook zien en je kunt gewoon zeggen, nou stel je voor dat we die palm met soep aan het maken zijn en we laten hem gewoon op vuur staan. Wat denken jullie dat dat er gaat gebeuren? Ik bedoel, na een uurtje of van twee uur of na een halve dag en zo, wat zou er dan gebeurd zijn? Nou, dan zet je die kinderen wel even aan het denken. Nou, ik weet zeker dat u nog creatievere, creatievere denkopdrachten weet te bedenken. En dat is ook, ja, waarom moet je nou zorgen dat je geen soep over de handen krijgt? Die ja, dat hangt er wel een beetje vanaf wat koude soep is of warm. Nou ja, zo heb je eigenlijk meer zo'n denkenactiviteit. En dat heb ik eigenlijk wel gemist het aansporen van het denken van de kinderen. U zult dat hoogschadelijk wel doen, maar. Dan heb je aan het eind nog een woordveld, dat moet aan de, aan de muur geplakt worden, en er moet alles bij, zodat je dat nog weer kunt herhalen. Dat is, dit is eigenlijk een heel simpele manier van woordenschat vergroten. Als ik bij u in zou moeten vallen, stel zou voordat dat ik bij u zou zijn, en ze zouden zeggen, ja, de juf is ziek, en zo moet jij doen vandaag? Ja, dan ga ik gewoon dit doen, omdat het je zo uit je mouw, en het zit zo logisch in elkaar, en het werkt ook zo mooi uitgaande van de beleving van de kinderen. Wat mis ik bij die TPR, dat vind ik nogal trainingsmatig, en dit gaat echt uit van het beleven van de kinderen. Nou, wat bij jullie, ik heb het tussen een haakje gezet, wat bij jullie natuurlijk de vraag is of je echt tot lezen, dat kan natuurlijk nog wel. Maar uiteindelijk moeten wij bij dat hele begrijpend lezen veel meer de kinderen teksten laten schrijven. Dat is tegenwoordig ook al echt in. Dat zie je in methodes ook al steeds meer. Dat het niet alleen begrijpend lezen is, maar ook teksten maken. Nou, nog een paar laatste opmerkingen. Ik heb nog twee onderwerpen: dat is lezen en woordenschat. Ik heb aan de, uh, die kinderen gevraagd waarbij ik in de klas was: van, uh, ik heb met die kinderen gelezen. Hier kun je het zien in deze tekst. Dit is uh, kijk overal waar die rode pijlen staan. Daar heb ik aan het kind gevraagd, weet je wat het woord betekent? Of wat is dat wat daar nou gebeurt? Nou, hier heb ik even een stukje laten lezen omdat ik dacht ik wil nog even horen hoe dat voor klanken gaat. Maar bij de zaak van omkoos die heeft een uh, dier een uh, speciaal zaak. Dat uh, ja, heb ik gevraagd wat is dat? Ja, de kind zei, dan kan je wat indoen en zo. En u kunt dat hier bijna zien. Bij de meeste woorden staat het kind er echt gewoon naast. Hè? Hier bij kier. dan heb ik gezegd weet je wat een kier is? Nee, nou, weet ik niet. Zullen we dat even doen? het lokaal uitgelopen. Ik zeg, nu is de deur helemaal wijd open. En als je nog net je hand erdoor kunt, dan net doorheen kijken, en zo, dat is doen en zo. Dat is een kier. Maar moet je je voorstellen dat een kind zo'n tekst leest. en dat het van de heel veel woorden eigenlijk totaal geen idee heeft wat de betekenis ervan is. Ja, wat mij betreft, ik heb me natuurlijk de vraag gesteld: van als je dat doet. Ja, wat voor nut heeft dit type lezen natuurlijk? En lezen is communicatie. En er is tegenwoordig, wordt tegenwoordig heel veel onderzoek gedaan naar de relatie lezen en woordenschat. en lezen en voorkennis. Dat zijn twee moderne issues en zo, ja, dat is toch ongelooflijk belangrijk. Dus je zou toch iets... Hè? Ik heb dat ook met jullie gedaan, met dat verhaaltje van Iwan. Het is pas lezen als je er wat mee kunt doen en zo, en als er wat gebeurt. En verklanken is eigenlijk geen lezen. Dan kan je nogmaals net zo goed Italiaans uh, lezen. Dus die actuele discussie die er is over woordenschat, schat, er valt meer over te zeggen, maar ik stip het hier maar even aan. Dus eigenlijk zou er ook een soort woordregister bij al die dingen moeten komen. Jullie knutselen je toch al een eind in een ronde, vind ik. Uh. <laughs> dus die kan er nog bij, ja die kan er ook nog wel bij ja. en uh, wat, uh, wat ik op een van die scholen kwam zelf achter, hè? herhalen lezen mag ook dus als die betekenis besproken is, dit mag wel een paar keer herhaald worden, is dus op zichzelf ook geen uh, probleem, maar je zou eigenlijk hè, wat we, waar we op een van die scholen achter kwamen, dat we dachten we gaan pictogrammen pictogram aan de muur maken, dat als we een woord behandelen, dat we altijd van die woorden gaan kijken van welk lidwoord hoort erbij dat we altijd het meervoud gaan bedenken en ook altijd het verkleinwoord en het woord in een zin zetten dus op zo'n manier kan je er een soort standaard van maken dat dat belangrijke dingen zijn van die woorden. Nee. Laatste. Nou, dan gaan we het nog redden ook nog. De plaatjes. Nou, ik zal u niet lastigvallen met al die vervelende dingen die ik heb gezien, maar nog even wegdoen. Komt ie? Ja, wat is dit? Ja, u kunt zien aan wat er boven staat. Ik moet een mouw voorstellen. Nou, ik heb er nog zitten turen. Ik denk van, ben ik nog niet helemaal lekker of zo. Ik zie het allemaal niet meer zo duidelijk, maar ik zag er geen mouw in. Ik dacht, dat is zo'n ding waar je vroeger ook al had als je, als je ruiten beslagen waren van de auto. Dan kon je, je een soort mouw en dan kon je handen insteken en dan kon je nog een beetje krabben zonder dat je zelf onder de dat ijs kwam te zitten. Maar het lijkt niet op een mouw. En dit, ja, ik dacht eerst dat het is meer een lintworm of zoiets <laughs> Dat het een touw is. En nogmaals, dit zijn geen uitzonderingen hoor. Als je echt door die werkbladen heen bladert dan denk je, "Tje, wat een vervelende illustratie zit erin. Dus wat u eigenlijk zou moeten doen als beroepsgroep of als stak van sport... Gewoon die uitgevers eens aanschrijven en zeggen van, ik zal u één voorbeeldje geven van een werkboek hier. Dat in dat deug niet. Ga nou eens als je nou nieuwe illustratie maakt. Want er zijn echt mensen die dat kunnen hoor. Het is helemaal niet zo dat er geen know-how in Nederland is om goede illustraties te maken. Kijk, ik kan ook niet tekenen, maar ja, ik kan het natuurlijk met een beetje googelen ik het gewoon vinden. Kijk, dit is een mouw en dat is een touw en dit is geen mouw en dat is ook geen touw. Zo eenvoudig is dat eigenlijk. Dus daar zou je nog wel wat mee moeten doen naar die uitgevers toe, denk ik zelf. Nou, qua tijd hebben we het in elk geval gered. Hebt u nog vragen? Uh, mocht het niet lukken vandaag, mijn e-mailadres staat erop, dus u kunt altijd vragen opsturen als u dat hebt. Uh, maar is er nu nog iemand die zegt moet nog iets uh, of roept de lunch? Ja. Ja. Nee, vanaf groep drie. Ja, als ik het gezegd heb één, dat ligt nu vast hè? Nee, dat ligt nu vast. Dus. Ja, nee. Maar het is vanaf groep drie voer je dat in. Want het heeft echt met lezen te maken. Ja. En dan voer je het geleidelijk aan in. Ja. Nog andere vragen? Nee? Kan ik u met een gerust hart nu laten lunchen? Zou ik zeggen, nog een fijne dag. verder. En geniet nog van uw werk. Heb ik ook gedaan.